Jean hier van Dead Plays Games. Welkom naar GTA 5 Story Mode. Ja, ik ga gewoon lekker verder natuurlijk waar ik gebleven ben. En ja, ik dacht bij mezelf, why not? Want ja, op dit moment weet ik eventjes niet wat ik moet allemaal doen en weet ik het al. Excusez-moi. Maar goed, ja. Ik heb in ieder geval, ja, dit besloten natuurlijk. En het gaat gewoon goed natuurlijk. Het is nou avond, zo te horen. En volgens mij is het ook avond. Ja. Nou, dan gaan we even lekker slapen. Nou is het lekker dag natuurlijk. Contract, 2, 3, 4, release, Oké dan. En dan gaan we natuurlijk gewoon lekker verder. Wacht, heb ik hier auto's? Ja, ja. Ja, jullie hebben vast en zeker waarschijnlijk de spanlocaties van deze twee gezien. Ik kom er natuurlijk meer met GTA Story van dit soort spanlocaties. Ik doe het natuurlijk ook met Trevor en Franklin en Michael uiteraard allemaal. Maar goed. Ja, we gaan gewoon lekker verder van waar ik ben gebleven uiteraard. Spanlocaties van Story Mode komen er gewoon nog steeds aan. Ja, met Trevor is dat eventjes een hold-up. Omdat, nou ja, jullie hebben het gezien. Ik heb al twee auto's in de garage. En ik heb nog niet de 6 auto garage. Want als ik de 6 auto garage, dan kan ik jullie het natuurlijk zien. Wel laat ik natuurlijk de andere kleur Zentorno die jullie hebben gezien... natuurlijk zien, maar ja, die hoef ik niet, want ik heb de oranje al. En eerlijk gezegd vind ik oranje veel mooier dan de groene. Maar iedereen zijn keuze natuurlijk. En uiteraard spanlocaties van online komt er natuurlijk ook aan. Dus ik zou zeggen, druk dat abonneerknop. En vind je dit leuk, geef een blauw duimpje omhoog. Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why... I am very honored to announce to you that you are employee of the month, huh? Anyway, congratulations. It wasn't easy picking a winner. Oh god. Ik weet denk ik al welke missie dit is. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it. Ja, vraag aan jullie. Tell you what, my boy. Dat, exactly what you want. Ben ik wel benieuwd naar. Welke personage is jouw favoriet? Franklin, Michael of Trevor? Voor mij is eigenlijk... Ja, ik kan eigenlijk moeilijk kiezen. Want Trevor is leuk, Michael is leuk en Franklin is leuk. Maar als jullie mij echt zoiets hebben van ja, maar ik moet maar één kiezen, dan kies ik toch wel voor Trevor. Ja, I don't know. Trevor is gewoon leuk. Trevor is gewoon echt iemand dat je ziet eigenlijk dat hij gewoon een midlife crisis heeft en noem maar op. Maar ik ben benieuwd wie jouw personage jouw favoriet is. When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say winner. Maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just the bike. Hasn't made the payment at all. Some ja, dat wist ik dus. De motor. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, employee of the month. Man, fuck you, and come on. Man, he's about a yes master ass nigga. Let's go to Vespucci. Lamar, Lamar, Lamar. That country bumpkin shit is enough to get us shot right there. I never took you to be all hairstylist type bitch. Okay, wie heeft mijn auto zo gezet? Could be is the story of your life, asshole. Follow Lamar. Watch me, fool. Think this crazy motherfucker wants something. Hey, what's up, homie? You all right? No, wait, wait! Away from me! Perfect sample agents! Yeah, you thought I was gonna hit your bitch ass, huh? Drunk ass nigga.
Oh, heerlijk. Yeah, that's right. Keep it moving, bitch. Man, I don't like this shit one bit. Hey, look, let's keep it smooth, homie. Man, your pussy the only thing that's smooth up in this shit. Man, what exactly did I do in the past like this? Rijden ze door? Of blijven ze staan? Ze rijden door. This is a shady ass alley. Shit, we in Vespucci Beach. We on the wrong side of Vespucci Beach. You should know a block makes a difference. Hey, 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 hold up. Got to be in one of these motherfuckers. Ja, en ik weet ook wat daar zit. Man, ain't this about a bitch? Ain't no motherfucking bike in here, man. No shit, nigga. Hola, amigo. Hey. Er heeft weer een anonieme liker geliked. Dankjewel. Hey nigga, I would have just got my ass beat over a fucking gunfight. Man, stop being a pussy nigga and grab that heat. Test on luck, homie. Find your bitch. Test cover. Hoppa. Shit, on your left. Boom! Somebody tell them niggas it's a legal repossession. So much for legit work. Get out, fool! Ah, jammer, ik heb geen andere. Waar zit die andere? Daar. There, shoot that nigga. Bust his ass. Boom. Kom dit maar in Red Dead Online. Dan werd ik niet genoemd als Rambo. Boom. Oh shit, mis. Boom. Boom! Shit, we gotta get the fuck away from this shit. Man, we only came here for a bite. And that a motherfucker is right there. Hey, nigga, come here, we got your pink slip. May as well get this shit done. Man, this is fucking crazy. Okay. You, shit up! Right? Let's get him, homie. I wanna get paid. Paid ain't worth shit when you doing 25 with an L. We massacred those motherfuckers. Shit. Even kijken, dan moet ik hier naar links gaan. This won't get away. We're going en dan down, naar rechts. And whose fault is that? Action movie body count, motherfucker. Don't play the blame game. Just hey, ow. Just get on this shit. Kom op. Man, you lost him already. Helemaal niet, houd je mond. Motherfuckers getting away from us. That's because he's sitting on 140 cubic inches right there, nigga. Oh shit, professor, you're right. Oh, oh. Oh. Don't get careless, homie. Pop that fool, we need him on his ass. Okay. We want your bike, bitch. Nee, dat was hem niet gelukt. Get that bike. Oh shit, he's down. Take the bike and meet me at the car wash round the way. Oké, okay, nou te hopen dat ik geen politie achter me komt aankrijgen, want het duurt nog langer. Nou, dat was dus de hele missie. Deze motor dus pakken.
mochten jullie deze motor een beetje herkennen, ik heb natuurlijk een customization gedaan waar ik de motor van Franklin heb nagemaakt. Uiteraard in het mapje Motor Customization. Ik zou zeggen, check het. Wie? Schilder maar een haartje. En mochten jullie mijn rijstijl anders vinden? Ja, want weet je hoeveel pijn het doet om van een motor af te vallen? Heel veel. Mijn stream is nog steeds uitstekende verbinding. Prima. Woe, ik ben er al. Hoppa. Man, I can't hang with your ass for a while, bro. You a psychopath. You done finally fucking lost it. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting cheap asshole. Nigga. And we ain't going to neither, nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron!